Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie allemaal de kou tot zeer zijn om hier te komen. Ja, we gaan een lesje van een actueel onderwerp vanavond. Afluisterpraktijken, het uitleggen van informatie eigenlijk. Of het bekend worden van informatie bij mensen niet zou moeten komen. En dat is actueel natuurlijk vanwege WikiLeaks, maar daar gaan we niet echt over hebben. De Amerikaanse regering is daar namelijk een slachtoffer. En zoals ik nu verwacht, bij deze lezing is het juist zo dat de Amerikaanse overheid juist de grote luisterding is eigenlijk voor het onderwerp. De heer Staal, de heer voorzitter, zal jullie zo kort een introductie geven op het gebied van, laten we zeggen, het trotseren van IT-security barrières eigenlijk. En soortgelijke praktijken van de National Security Association. Agency. Zul je net zien. Zoals jullie zien, ik ben geen expert op dit gebied, dus ik zal het woord snel geven aan degene die ons wel de juiste informatie over kan geven. Bewaar je vragen voor na de introductie, na de lezing, en dan kunnen ze beantwoord worden. En met veel plezier zou ik ook zeggen. Ja, dankjewel. Dankjewel Thomas. Peter Staal. Ik werd net met de heer Staal aangesproken. Ik ben nog geen 30, dus als jullie straks vragen hebben, spreek me gewoon aan met Peter. Dat heb ik zelf het liefst. Ik hou me nou bezig met IT security. Ik hou mij persoonlijk ook heel erg bezig met gewoon geheimen. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd van hoe kan ik mijn eigen geheim het beste bewaren. En hoe zou ik achter kunnen komen om misschien achter andermans geheimen te kunnen komen. En in verband met mijn eigen werk doe ik ook heel veel onderzoek, technisch onderzoek, literair onderzoek, om te kijken van wat is er nou waar en wat klopt er nou van beweringen die je heel vaak leest, hoort, verneemt in de media en uiteraard in films, want dat is natuurlijk waar de meeste denk ik van ons al iets van meekrijgen van inlichtingen. En laatst WikiLeaks uiteraard. Naast nog wel andere zaken. Ik ben erg gespannen. Dus ik hoop dat dat een beetje straks ontdooit. Bewaar jullie vragen allemaal voor later. Dan kunnen we daar. Geheime saus. Kijk, of vraag. Waarom noem ik het de geheime saus? Ik heb het afgekend. Ja, dat weet ik niet. Het is eigenlijk bedoeld om in het Engels te geven. En heel vaak hebben mensen wel de gezegd van I can't tell you what it is, it's the secret sauce. Dus het geheime component van wat eigenlijk alles laat maken. En dit is eigenlijk een geheim ingrediënt voor wat betreft inlichtingen. Voor zover daar echt openbare wegen eigenlijk zijn binnen de inlichtingengemeenschap. En dat gaat er voornamelijk in op de NSA. Dat is eigenlijk de organisatie binnen Amerika die zich bezighoudt met afluisterprojecten. Het vergaren eigenlijk van andermans communicatie en andermans data, zo te spreken. Dus dat is een beetje over mijzelf, een beetje over mijn interesses ook. Waar we het over dus gaan hebben, dat is waar ik het dus voornamelijk over heb met jullie. Heeft betrekking op de National Security Agency. Valt onder de Department of Defense. Onderdeel van de krijgsmacht. En is opgericht in 1952. Tweede Wereldoorlog. Ik heb begrepen heel veel historici hier. Tweede Wereldoorlog. Stelde voor een nieuw, de westerse landen voor een nieuw president, moesten samenwerken tegen een gezamenlijke vijand, Duitsland in dit geval. En jullie kennen uiteraard wel het verhaal van Enigma, het kraken van de code. Dat was uiteraard de verdienste van de Britse
inlichtingendienst, die toen al bestond en toen al de kaders al zijn voetsporen al had verdiend. Maar Amerika, die eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog heel erg gereserveerd handelde in het internationale theater, werd eigenlijk via de Tweede Wereldoorlog gedwongen tot meer in een positie gebracht om echt wat te doen in het internationale theater. En hebben ook gezien bij de Britten van ja, dat die communicatie toch wel erg belangrijk. Je kan daar toch wel je aardig je voordeel mee doen. En het kraken ervan, dat is toch wel een behoorlijke bezigheid. Dus we moeten daarvoor een eigen organisatie oprichten. En dat is dus in dit geval dus de NSA geworden. En de NSA is een organisatie die in tegenstelling tot de CIA. De CIA is in 1949 opgericht. Volstrekt openbaar. De NSA is een paar jaar later opgericht, maar volstrekte geheimhouding. Dus president Truman, die destijds het memorandum heeft ondertekend ter oprichting van de NSA. Hij en een paar stafleden van het Witte Huis, naast de werknemers van de NSA, waren eigenlijk de enigen die echt wisten van deze organisatie. En werd tot ongeveer 20 jaar, 25 jaar geleden, werd ook het bestaan van de NSA ook volstrekt ontkend. Dat geeft ook een beetje aan de uniekheid van zo'n organisatie. De FBI, de CIA, al dat soort organisaties die worden opgericht, doen allemaal geheim werk, maar de organisaties zelf zijn niet geheim. En deze organisatie tot ongeveer, laten we zeggen halverwege de, maar bijna tegen het einde van de Koude Oorlog, dat de NSA als organisatie steeds meer bekendheid genoot. En op een gegeven moment, ja, zijn dingen zo bekend, dan heeft het vrij weinig nog zin om daar nog echt heel erg geheimzinnig over te doen. Als er ook foto's zijn en als er ook een afslag staat. Een afslag op een snelweg ergens in Maryland. Dit is in Fort Meade, Maryland. Dat is vlak onder New York. En hier werken ongeveer 20.000, 30.000 mensen. Dit is één van de gebouwen. En je kan er ook alleen maar komen via een speciale afslag. Op de snelweg staat er NSA, NSA only. En alleen NSA-medewerkers uiteraard mogen daar, en bezoekers hebben daar toegang toe. Dus goed, dat is de NSA. De NSA houdt zich bezig met signals intelligence. We hebben heel veel soorten inlichtingen. We kennen natuurlijk uiteraard de CIA uiteraard met betrekking tot spionagepraktijken. Waar we dan meteen aan moeten denken, want als waar we vaak aan moeten denken zijn dan James Bond-achtige zaken. Hè. Dus een man gaat het veld in, verleidt een mooie vrouw, weet staatsgeheimen te pakken te krijgen van een ander land. En al schietend en met de nodige explosies weet hij uiteindelijk het leven en zijn eigen hebben en houden te redden. Uiteraard overdreven, voor iedereen wel bekend. En dat draait eigenlijk alleen maar rond human intelligence. Dus het werken met inlichtingen van en met en rond menselijke bron. Dus dat zijn dan mensen die al binnen het bedrijf al werken, mensen die binnen een militaire organisatie al werken, die worden gerecruiteerd uit rancune, omdat ze niet gepromoveerd, omdat ze geen promotie hebben gehad, of omdat ze denken, ja, dat communisme, dat was erg goed, maar nu heb ik toch zeer mijn twijfels erover. Laten we eens wat documenten lekken, of uit een zekere misplaatste ideologie. Dat zag je heel vaak in Amerika. Mensen zeggen, ja, toch Amerika, dat is wel erg sterk. Ze hebben nu al de kern. Ze hebben nu al de kernbom en de Sovjet-Unie nog helemaal niet. Dat wordt wel erg gevaarlijk, want dan heeft de een de overhand en de ander is dan de zwarte schakel in dat verhaal. En dat kan, sommige mensen zien graag als een equilibrium in het,
in het wereldtheater. Dus dat kan ook soms een reden zijn om dingen te lekken. Nogmaals, dat gaat puur over human intelligence, alles rond mensen. We hebben daarnaast nog andere soorten inlichtingen. Open source intelligence is eigenlijk alles met betrekking tot hetgeen waar wij ook onze vinger op kunnen leggen. Dus archiefmateriaal, directory, openbaar materiaal, technical intelligence en messing. Imagery intelligence. Ik denk dat imagery intelligence het beste bekend is van satellieten met lenzen erop, foto's maken van boven. De Cubaanse raketcrisis, denk ik wel bekend. Dat draait dus een beetje helemaal rond imagery intelligence. Gevoed door human intelligence ook weer deels, door overlopers. Die gelukkig Amerikaanse presidenten tot bedaren wisten te krijgen. Door in ieder geval het grote vijandbeeld van de grote boze Sovjet-Unie. Wat te marginaliseren of in ieder geval te relativeren. En dingen een beetje in perspectief te brengen. Goed, dus de NSA is bezig met signals intelligence. Dat gaat alleen maar puur en alleen maar om vergaren van communicatie. Communicatie en signalen en eigenlijk alles wat over de lucht of over bekabeling. Dus het kan ook data, faxen. Eigenlijk alle soorten vormen van communicatie, eigenlijk alle vormen van telecommunicatie. Zoals ik net al aangaf, de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika als het ware losgeweekt als natie zijnde. Voorheen altijd heel erg terughoudend met internationale betrekkingen. En omdat ze eigenlijk tijdens die Tweede Wereldoorlog zo'n goede relatie, zo'n hechte relatie hebben ontwikkeld met Groot-Brittannië. Zijn daar verdragen uit voortgekomen. De British-USA, of het British-USA-verdrag is daar eerste van. Of een van de eerste. En dit is daar het vervolg op UK-USA-verdrag. Een verdrag wat tot... jaren geleden in ieder geval de klassificatie, de rubricatie top secret had. Dus het verdrag aan zich was al geheim. En in die zin geheim dat... Zo geheim dat bepaalde... Dat de meesten binnen de Amerikaanse overheid en alleen maar een klein gedeelte in het Witte Huis... echt wist hadden of weten hadden van dit verdrag. UK-USA, dus dat draait voornamelijk rond Groot-Brittannië en Verenigde Staten van Amerika. Daar is het mee begonnen, want die hebben uiteraard via de Tweede Wereldoorlog een zeer hechte en innige band opgezet. En ook gekregen. Daarnaast zijn ook nog andere acteurs bij betrokken geraakt langzaamaan. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Wat dit simpelweg behelst, is een samenwerkingsverdrag om inlichtingen, om voornamelijk signaalinlichtingen, signals intelligence, dus het vergaren van andermans communicatie, om dat met elkaar te delen. De Tweede Wereldoorlog was ten einde. De CIA was net opgezet. De NSA kwam een paar jaar later. Dus heel veel dingen kwamen in één keer in een soort stroomversnelling. En Amerika had allerlei inlichtingenorganisaties in één keer die vanuit het niets werden opgetuigd. En ja, dat is op zich natuurlijk aardig om dat te formaliseren met andere landen, samenwerkingsverbanden en dergelijke. En daar is dit verdrag. Het belangrijkste verdrag zo'n beetje wat er op dit moment is onderlingende landen, onder deze vijf landen bestaat. Want de Tweede Wereldoorlog kwam ten einde, de Koude Oorlog, daar stroomde al heel snel in. En Amerika was toch heel erg bewust van zijn
kwetsbare positie, redelijk ver verwijderd van de Sovjet-Unie, nog verder verwijderd van, ver verwijderd van China en nog verder verwijderd van de Sovjet-Unie, is het natuurlijk heel moeilijk om aan informatie te komen. Je moet je voorstellen, in die tijd had je geen internetverbinding, dus alle vormen van telecommunicatie verliep of via de radio, rechtstreeks, of via satellietcommunicatie. Nou, in het begin van de Koude Oorlog had je nog geen satelliettechnologie, dus alles liep gewoon simpelweg door de lucht met radioverbindingen. En als je heel ver weg staat, dat ken je zelf uit de radio, als je heel ver weg staat van een zendmast, van GSM, dan heb je heel slecht bereik of je hebt gewoon geen bereik. En datzelfde geldt eigenlijk ook gewoon voor de Signals Intelligence gemeenschap van Amerika. Dus ze wilden dingen meekrijgen van zaken die eigenlijk aan de andere kant van de wereld zich eigenlijk afspeelden. En ja, wat is er dan handiger dan bondgenoten te vinden die met je mee willen doen om gezamenlijk her en der op verschillende plekken in de wereld communicatie te vergaren, communicatie op te vangen en te delen met elkaar. Want dat is uiteindelijk wat de NSA voornamelijk doet. De NSA verzamelt Signals Intelligence, analyseert dat en zij geeft dat door aan haar consument. En de consument is de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, dus de CIA, FBI en vele andere militaire organisaties. Nogmaals, dit verdrag was tot heel wat jaren geleden gewoon nog geheim. Het is eigenlijk naar aanleiding van wat onderzoek en graafwerk van een Nieuw-Zeelandse journalist dat dit naar boven is gekomen. Dat is weer gebeurd naar aanleiding, om weer even te beginnen met, het was een aanleiding te vinden met WikiLeaks. Het was halverwege, ergens tijdens de Koude Oorlog had je ook de Vietnamoorlog. En zoals jullie weten, niet iedereen was even gelukkig met die oorlog. Niet iedereen was het er ook mee eens met die oorlog. En sommige mensen die het er niet mee eens waren, die werkten op dat moment al binnen die inlichtingengemeenschap, binnen zo'n NSA bijvoorbeeld. En zoals je nu dus ziet met WikiLeaks met betrekking tot Irak, Irak, Afghanistan zijn missies waar sommige mensen het niet mee eens zijn. Dat is op zich geen punt. Het wordt wel een punt als die mensen voor jou werken en jouw informatie hebben en die informatie dan opeens op straat gooien. En dat was dus ook het geval bij deze Nieuw-Zeelandse journalist die iemand binnen de NSA, kwam bij haar of bij hem aankloppen met informatie. Hé, ik heb informatie. Ik wilde volstrekt anoniem blijven. En daar zijn aardig wat stukken uit voortgevloeid. En dat heeft aardig wat inzicht gekregen, of gegeven in de operaties eigenlijk. En het reilen en zeilen van zo'n organisatie. En ook de relaties die zo'n organisatie heeft met betrekking tot andere landen. Nogmaals, het verdrag zelf was geheim. En om even aan te geven hoe geheim het dan wel niet was. Zoals tot 1973 was het ook geheim voor menig Australisch minister-president. Dat is toch wel heel erg apart eigenlijk als minister-presidenten eigenlijk hier buiten worden gehouden. Maar het is natuurlijk een bestaand verdrag. En dat geldt, ja, Australië deed in die tijd ook niet zo gek veel eigenlijk. Het verdrag draait zich sowieso alleen maar rond het vergaren rond inlichtingen. En er waren geen actieve missies of wat dan ook binnen de Sovjet-Unie. Dus vandaar wellicht ook dat er geen dat de Australische minister-president er nooit bij betrokken werden bij dit project. Top secret publicering had ik net al aangegeven, wat overigens niet het hoogste is, wat wel vaak gedacht wordt. Maar in de buitenwereld maken we een onderscheid tussen classified, secret en top secret. En ja, in dat opzicht is top secret wel het hoogste wat er eigenlijk is. Maar daarnaast heb je nog top secret crypto en ik wil niet al te ver diep ingaan op de hele rubricering.
Maar daar zit een nuance in. Dus je hebt niet drie soorten classificaties. En als je eenmaal top secret clearance hebt, dus als je dus gemachtigd bent om te gaan met top secret materiaal, dat je dan overal bij kan komen. We kennen ook nog iets als need to know. Dus een compartimentalisering. Dus iemand die werkzaamheden bijvoorbeeld doet met betrekking tot maritieme oorlogsvoering, zal niet snel informatie van dezelfde klassificatie meekrijgen tot raketontwerp of iets dergelijks. Ik noem even een zijstraat. Dus top secret, hè, dus je hebt de rubricering en heb je nou ook nog gewoon de compartimentalisering van informatie. Goed, waar gaat deze lezing eigenlijk voornamelijk over? Over Echelon. Ik weet niet, sommige mensen het wel hebben meegekregen. Dit is eigenlijk een van de meest geheime afluisterprojecten die de meeste bekendheid geniet in de media. Zeker 10 jaar geleden, toen waren er heel erg veel publicaties over. Toen was het ook iets nieuws voor de EU. En daar is uiteindelijk ook een onderzoek ook verricht binnen de EU om te kijken van zijn deze afluisterprojecten nou ook echt? En hoe werkt het dan? En wat voor graden kan dat opleveren voor ons? Leuke exercitie op zich waar je niet zo gek veel tegen kan doen. Ja, behalve dan misschien beveiligen, maar ja, wat als die beveiliging gekraakt wordt? En ook dat doet de NSA. Echelon bestaat eigenlijk uit, het is eigenlijk niets meer dan een verzameling van locaties, die eigenlijk alleen maar ten doelstelling hebben informatie uit de lucht te halen. Dat kan zijn direct radiocontact. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld walkie-talkies, of portofooncontact van lege eenheden onderling. Satellietcontact. En later is er ook nog bijgekomen van betrekking tot glasvezel, communicatie over glasvezels. Voor de duidelijkheid, dit is niet Echelon. Het gaat om dit bovenste gedeelte. Of om het eigenlijk wat beter te laten zien, het gaat eigenlijk hierom. He, jullie zien hier grote golfballetjes. De eerste wat denk ik dat al duidelijk is, aan de rechterkant, het is verboden. Je mag er niet naartoe, lijkt me ook duidelijk. Het is een militaire basis. Echelon sites, laat ik het even locaties noemen, zijn beperkt zich eigenlijk voornamelijk alleen maar tot militaire basissen. Het is ook vaak op buitenlands grondgebied. Wat jullie net zagen in Groot-Brittannië, Manwith Hill, is een militaire basis. En die militaire basis is van de Amerikanen. Dus dat is iets wat Amerikanen wel vaker doen. We kennen natuurlijk hier Volkel, waar wij kernwapens, sinds kort formeel kernwapens hebben. Dat wist ik nog helemaal niet. En dit doen ze bij meerdere landen. Niet alleen maar bij de landen binnen het UK-USA verdrag. Maar daar kom ik later nog op terug. Dus, Groot-Brittannië. Golfballen. De golfballen zijn er simpelweg voor, omdat weliswaar worden er dingen van andere mensen afgeluisterd. Maar het is, men wil graag geheim houden. En ik begrijp het ook wel, maar ik wil graag geheim houden waar men naar luistert. He, dus de positie van die satellietschotels, die kan al aangeven op welke satelliet zo'n schotel gericht is. En ook daarmee dus op welke informatie men vergaart. Dat is reden 1. En reden 2 is dat, zoals ik net al aangaf, informatie wordt gedeeld onderling. En dit project is begonnen ver voordat het internet zoals wij dat kennen en hebben bestond. Dus glasvezelkabels en dat soort dingen, die waren er toen nog helemaal niet. En dus heel veel van het uitwisselen van informatie loopt voornamelijk via satellieten. Hun eigen satellieten. Dus Echelon heeft ook een eigen
satellietnetwerk die al deze locaties onderling met elkaar verbindt en op die manier ook hen in staat stelt om A, sturing te geven aan het project en B, informatie terug te krijgen deels naar Amerika en deels naar de locaties waar de landen waar deze dingen in staan die onderdeel uitmaken van het verdrag. Ik zeg deels, want zoals ik net al zei, niet alleen het grondgebied is over het algemeen van Amerika, hè, zoals je hebt gewoon met Amerikaanse legerbasissen in het buitenland. De informatie is ook grotendeels van Amerika. En dat is een beetje waar de oneenigheid of de ongelijkheid, om het maar zo te zeggen, begint. Dit zijn betrekkelijk kleine spelers. Hè. Nieuw-Zeeland, dat je denkt, ja, Nieuw-Zeeland, wat heeft Nieuw-Zeeland eigenlijk nou precies voor? Welk baat heeft Nieuw-Zeeland eigenlijk nou om dit soort dingen te doen? Ze hebben een klein budget. En politiek doen ze ook niet zo gek veel. Dat kenmerkt dit soort landen. Denk een beetje aan Nederland. En Nederland doet niet zo heel veel. Ja, we doen mee met de Amerikanen. Dat geldt voor deze landen nog veel meer. Wat de NSA doet, met betrekking tot dit project, is het leveren van mankracht. Dus mensen, apparatuur. Al deze apparatuur is van Amerika. Wordt door Amerika ook geleverd. Ingesteld en ook daar geplaatst. En ze leveren ook de know-how, de training, de kennis. En op veel van die basissen, maar ik weet niet of dat voor 100% geldt, op veel van die basissen zijn ook gewoon Amerikanen aanwezig. Dus het is een voornamelijk Amerikaans spel. En omdat het een voornamelijk Amerikaans spel is, krijgen de desbetreffende andere spelers binnen dit verdrag niet alles. Ze krijgen een gedeelte van de informatie. Want het verdrag kent namelijk drie soorten groepen. Je hebt namelijk de first party, dat is de initiële partij van het verdrag, en dat is Amerika. Dat is ook alleen maar Amerika. Dan kennen we second parties. En dat zijn alle overige spelers binnen dit verdrag. Dus Nieuw-Zeeland, Canada, Groot-Brittannië en Australië. Dat heb ik bijna vergeten. Dan hebben we nog een third party. En dat zijn eigenlijk alle overige NAVO-bondgenoten. En daar wordt informatie meegedeeld op een SEC ad hoc basis. En ook alleen maar als het nodig is voor een missie. Of als het op andere wijze informatie op kan leveren. Maar al die andere landen maken geen onderdeel uit van dit netwerk. Ondanks dat ik soms wel eens andere beweringen lees of hoor, zijn die dus geen onderdeel van dit netwerk. Ook Nederland niet. Overigens heeft Nederland en bijvoorbeeld Denemarken en Zwitserland en andere landen hebben wel soortgelijke projecten. Dus we kennen bijvoorbeeld in Friesland, Burum, ook een satellietparkje, maar dat hebben we pas sinds 10 jaar ongeveer, misschien nog niet eens 10 jaar. En met satellietcommunicatie, het afluisteren van satellietcommunicatie, doet Echelon al sinds de jaren 70. Dus zij doen eigenlijk alles voor het eerst. Dus als je het hebt over cutting edge technology, dus echt voorop lopen op de technologische trend, dan is dat echt de NSA. Die bepaalt echt de ontwikkelingen, of ontwikkelingen die dan parallel lopen, maar dan met vertraging in het publieke domein. Zoals ik net al zei, staan die locaties voornamelijk in de landen van het verdrag, maar niet alleen. Tot voor kort stond er ook zo'n soort gelijke locatie in Duitsland, terwijl die geen onderdeel uitmaakt van het verdrag. En in dit geval hier, in Misawa, dat is in Japan, waar nog steeds tot op de dag van vandaag een Amerikaanse legerbasis aanwezig is. En ook deze bollen staan daar nog steeds. En ja, die worden dus voornamelijk ingezet voor Azië en Rusland in dat geval, en eigenlijk de hele regio.
Wie herkent u trouwens? Ja, oké, okay, god. Nou ja, voor hetzelfde gaat misschien niet waar het over ging. Dus dit herkennen wij niet. Het geniepige voordeel van dit verdrag, of van dit samenwerkingsverband, want het verdrag is puur formeel. Voordeel van dit samenwerkingsverband is dat het ook landen in staat stelt dingen te doen die ze normaliter niet volgens de wet mogen doen. Dus zo was er een periode dat Margaret Thatcher, dat is ook weer prime minister is het volgens mij, hè, Groot-Brittannië, prime minister. Margaret Thatcher prime minister was en die wilde weten met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid hoe twee ministers van haar kabinet daarin stonden. De wet verbiedt om die ministers zomaar af te luisteren. En Groot-Brittannië heeft ook nooit die ministers afgeluisterd. Maar vanwege dat samenwerkingsverband is het hebben de Canadese inlichtingendienst het verzoek gekregen van goh, zouden jullie dat willen doen? Wij willen weten van wij is dus Margaret Thatcher en deze twee ministers, zitten wij op dezelfde lijn, ja of nee? Want ik wil weten wat ze denken. Als je iets op de mannen vraagt, dan krijg je een gewenste antwoord. En als je iemands communicatie afluistert en je doet het voor een geruime periode, dan krijg je een aardige indruk van wat er speelt bij iemand. Wat voor problemen. Jullie kennen dat zelf ook. Jullie zijn openhartiger, denk ik, tegenover intimie dan als het over formele zaken gaat. En dus zo gezegd, zo gedaan. Alhoewel het wel simpeler klinkt dan dat het in de praktijk is. Maar de Canadese inlichtingendienst heeft dus die twee ministers afgeluisterd en tapejes doorgegeven aan Margaret Thatcher. En ja, op die manier kan een land, kan een regering altijd zijn handen aftrekken van een bepaalde zaak, omdat zij het zelf niet doen, maar dan spelen ze het via een andere, via een bondgenoot in datzelfde verdrag. Dus dat zijn een van de meer negatieve kanten, zeg maar, van dit project. Maar er zitten nog meer negatieve kanten aan. Nou goed, dit kennen jullie uiteraard wel. Jullie weten wel een beetje welke richting ik op ga. We gaan meer naar het heden toe. We gaan vanuit weg van de Koude Oorlog, al wel. De Koude Oorlog is natuurlijk een product, in een zekere zin, van de Koude Oorlog. Osama Bin Laden. En dit geeft ook een beetje aan, waar ik uiteindelijk naartoe wil gaan, waarom geheimhouding zo belangrijk is. En hoe troebel inlichtingen wel niet zijn soms. En dat is dat Osama Bin Laden, ik weet niet in hoeverre jullie heel veel dingen weten over Osama Bin Laden, maar ongetwijfeld is wel bekend dat voordat de aanslagen 11 september plaatsvonden, was men al wel bekend met hem en volgde hem ook al heel erg lang, zonder alleen hem uit de weg te ruimen. En een van de dingen die ze heel lang deden, was het afluisteren van zijn telefoon, van zijn satelliettelefoon. Nee, je moet je voorstellen, hij zit in Afghanistan, daar zat hij ook een hele lange tijd, ik weet niet of hij nog steeds zit, wie weet. En dat is een onherbergzaam gebied, amper functionerend land, vrijwel geen echt functionerende overheid. Wat je toe van stammen. En groot, gewoon heel erg groot. Maar vergeleken met Nederland is alles snel groot. En er is ook geen infrastructuur. Satelliettelefoon heel makkelijk, overal mee te nemen. En je hebt overal contact. Overal kun je een gesprek voeren wat dat betreft. En dus een van de dingen waar men naar gelang een tijd achter kwam is, deze meneer Osama Bin Laden heeft een telefoon. Heeft zelfs een Inbarstad telefoon, dat is een analoge telefoon. Dan wist ik eigenlijk ook het nummer te achterhalen. En uiteindelijk kon men ook heel aardig wat te weten komen voor wat betreft zijn manier van denken, maar ook voornamelijk zijn
ik weet niet of je het in het Nederlands noemt. Nee, chain of command. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Commandostructuur. Commandostructuur? Dat, ja, dat klinkt op zich heel, ja, dat lijkt me het meest beste verwoording inderdaad, ja. De commandostructuur. En omdat het een relatief nieuw soort vijand was voor Amerika, voor de inlichtingendienst. Kijk, de Sovjet-Unie is een redelijk makkelijk doelwit. Het is een land, je weet waar dat land zit, maar je weet alleen niet wat erin gebeurt. Met terroristen weet je wel wie je moet hebben. Ze zijn ook heel makkelijk te doden, maar je weet alleen niet waar ze zijn. En je weet al helemaal niet hoe die lijntjes precies lopen onderling. Hè, want wat bleek nou? Dat Osama Bin Laden had heel veel contact met iemand in Jemen. En de NSC had een, dit is dus een, de satelliet waarmee hij contact had. Dit is zo'n inmarssatelliet. En hiermee had hij dus contact. En omdat de NSA niet alleen maar stations heeft op de grond, maar ook stations heeft in de ruimte, satellieten, die niet alleen communicatie... kijk, je moet je zo voorstellen, als je beneden zit, je hebt een locatie op de grond, en je verneemt satellietcommunicatie, verneem je alleen maar de kant wat naar je toe komt, maar niet de kant wat verstuurd wordt, want dat gebeurt ergens anders. Dus je krijgt de ene helft van een gesprek alleen maar te horen. Door satellieten ook, in de ruimte aan te brengen en die op een strategische plek rond communicatiesatellieten te plaatsen, dus vaak achter een satelliet of net daar in de buurt, dus dat je net dat meekrijgt van die gesprekken, dan heb je dus opeens twee van de helft en heb je opeens een heel gesprek. En dat geeft je een veel beter plaatje dan alleen maar één kant van het verhaal. Alleen maar één kant van het verhaal. Dus het telefoonnummer, dit was het telefoonnummer, met onderstreping met het, op het woordje was, van Osama Bin Laden. Ik zeg was, omdat ergens in 1998, na een bombardement, stopte hij abrupt met het gebruik van die telefoon. En sindsdien is hij ook ontzettend moeilijk vindbaar. De meningen verschillen er een beetje over waarom hij daar opeens abrupt mee gestopt is met het gebruik van die telefoon. Het merendeel van de inlichtingengemeenschap, althans wat er gepubliceerd wordt, deelt de mening dat er gelekt is. En sommige lieden denken dat het voornamelijk komt naar aanleiding van de bombardement, omdat hij de bombardement waar hij de bombardement die heeft plaatsgevonden was op een locatie waar hij een paar uur daarvoor geleden was. En Osama Bin Laden was altijd al heel erg paranoïde. Nou, niet paranoïde in de zin van hij doet dingen die nergens op gebaseerd zijn, maar hij is altijd heel erg achterdochtig. Zoals er een journalist, volgens mij de enige journalist die ooit Osama Bin Laden ooit heeft geïnterviewd, Peter Bergen, die ook bij aankomst ook helemaal werd onderzocht op allerlei elektronische apparatuur en werd gescand met allerlei handscanners en al dat soort dingen. Dus Osama Bin Laden was wel heel erg bewust van het feit dat hij in de gaten werd gehouden op elektronische wijze. En hij had een beetje de angst dat journalisten misschien opspoor of locatie elektronica bij zich hadden. En omdat ze dan een interview hadden, dat men dan misschien ook weet waar hij dan ook zich bevindt. En naar aanleiding, ja, daar is dus heel veel discussie over, nog steeds. Je zou dus kunnen zeggen, nou goed, naar aanleiding van een lek. Want er is wel een artikel geweest over satelliet afluisteren van en wat gaan we laden? Daarvan mag je denken van wat je wil, maar achterlijk is het absoluut niet. En daar zit ook een heel inlichting in net overheen. Dus daar wordt een woord op voorzien van informatie. Van mensen die gewoon krant lezen. De Washington Post, de New York Times.
gekozen, dat is waar het artikel ook in voorkomt over dat het. Maar dat geeft dus aan geheim, hoe belangrijk geheimhouding is. Je kan heel makkelijk in je constructie doen, niet alleen lekken, of op een bombardement, maar een ander heel snel krijgt, oh, ik word afgeladen. En dat is waarom voorzichtigheid, krachtigheid, is ontzettend belangrijk. Dan is elke vorm van informatie alleen maar mooi meegenomen. Dat geeft je alleen maar een beter beeld. Dus dat is altijd van belang. Misschien van lange termijn, voor profielschetsen van mensen, namelijk van bepaalde uitspraken, of hoe ze willen reageren op bepaalde dingen, tot op korte termijn zaken. Hele tactische informatie, waar men geweest is, wat dat betreft. Maar men heeft hem dus niet kunnen vinden. Sterker zelfs, 11 september heeft plaatsgevonden. En dat gaf meteen de grootste Achilleshiel eigenlijk aan van de NSC, namelijk het delen van informatie. Want het krijgen van informatie, dat is waar de NSC erg goed in is. Het krijgen van heel veel informatie, het delen met anderen, dat is wat minder. En dat geldt niet alleen zozeer voor de landen onderling, dus het delen met andere landen, maar ook gewoon simpelweg delen met andere organisaties, zoals de FBI bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat, dus, overigens de FBI, maar ook de CIA, dat is ook ergens op meerdere hoofdstukken ook naar voren gekomen in het 9/11 commissierapport, waarbij het ontbreken van cruciale informatie, waarvan achteraf bekend werd dat het bij de NSC wel degelijk in het bezit was. Dat een van de grootste problemen is geweest, wat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de terroristische aanslag op 11 september heeft kunnen plaatsvinden. Opdat men simpelweg informatie, de andere organisaties, informaties tekort kwamen. Bijvoorbeeld omdat ze weten waar Osama Bin Laden is, maar ze hebben zijn gesprekken niet. Of omdat die gesprekken simpelweg niet gedeeld werden. Hè. Dus alles wat, dat soort communicatie, dat soort informatie van de NSC werd top secret gerubriceerd. En dat werd simpelweg nooit gedeeld met andere organisaties. Dat bleef altijd intern. Dus simpelweg het niet delen van die informatie bleek erg cruciaal. Met betrekking tot die terroristische aanslag. Een ander probleem waar men tegenwoordig tegenaan loopt, dat is volume. Is de hoeveelheid informatie. Dat is iets wat waar je geen enkele inlichtinganalist medewerker direct een antwoord. Zal nooit dat direct bevestigen. Maar als je kijkt naar de daden de activiteiten die de NSC opzet, patenten die ze indienen. Locaties die ze bouwen, locaties waar ook gewoon vergunningen voor zijn, dus er staat ook bij, dit is van de National Security Agency. Je kan niet alles geheim maken namelijk, als je werkt met vergunningen, je werkt in de openbare ruimte, dan zijn er altijd sporen die je achterlaat. En die sporen vertellen altijd wel iets. En als je heel goed kijkt en lang de activiteiten volgt van de NSC, dan zie je duidelijk dat ze een probleem hebben met informatie. Ze hebben te veel informatie. Informatie waar ze niet mee overweg kunnen. Ze hebben het naast dat bezig zijn. Want opkomst mobiele gebruikers sinds de jaren 90 enorm gegroeid. En mobiele gebruikers. Ja. Explodeert.
Dan kun je ze natuurlijk bij jezelf denken, oké, gebruikers, dat is hoe je interesseert dat. Wat wij in Nederland doen, dat kan ook in Amerika terechtkomen. Maar dat is niet heel belangrijk. AT&T, bekende telecombevaarder, voor vaste lijn, een paar jaar geleden. Weer zo'n letterlijke man, die een rare bouw heeft in zijn eigen gebouw waar hij werkt. Hij werkt bij AT&T. En daar werd gebouwd aan een kamer. En hij wilde weten wat is een kamer. En dat werd een beetje gebouwd, dat is ideaal van belang. En nou, wat is het weer? Achter wat er eigenlijk gaande is. Dat is deels een antwoord op de problematiek van volume. Waar het om gaat is kamer 641A. Is een geheime kamer. Dit is de kamer. Dus er is een foto van. Dit is ook echt een van de weinige foto's die er zijn. Oh nee, toch niet helemaal waar. Dit is ook echt de enige foto. Dit zijn de enige twee foto's die er zijn. Dit is de foto gemaakt, je ziet het, hè? De bovenkant de kabel. Dit is de foto gemaakt tijdens de werkzaamheden. En het interessante, hè, want normaal zo'n medewerker krijgt overal zoals een beetje toegang. En deze medewerker kreeg geen toegang. En bij een navraag kreeg hij te horen dat hij alleen maar toegang kreeg als hij een clearance had van de NSA. Dus dat betekent dat er in een commercieel gebouw van een telecomprovider mensen alleen maar toegang krijgen tot die ruimte als ze goedkeuring hebben gekregen van de National Security Agency. Ja, wat gebeurt daar dan? Is dan de vraag. Hè? AT&T, communicatie, geheim. Ik zie ook helemaal geen deurgrendel of wat dan ook. Ik zie alleen maar een soort toetsenpaneeltje en dat is het ook alleen maar. En het interessante wat men gedaan heeft, dit is de meest simpele versie van wat men hier doet, is het kopiëren van eigenlijk alle communicatie wat zich afspeelt binnen AT&T. En met binnen AT&T bedoel ik dus niet alleen internationaal verkeer, maar ook wat AT&T gebruikers onderling hebben of Amerikaanse gebruikers überhaupt. En dat is een beetje een probleem, zeg maar, want dat mag eigenlijk niet volgens de wet. De Amerikaanse grondwet, de vierde amendement, schrijft namelijk voor dat Amerikaanse staatsburgers namelijk privacy genieten. En ja, dit is zeg maar nogal privacy schendend, dus dat daar is nogal wat rumoer over. En waarom, ik zal straks ook uitleggen waarom dat een blijvend probleem is en waarom dat misschien nog een groter probleem kan worden. Het probleem is namelijk dat, we hebben het echelon gehad, dat is puur radioverkeer. Dat is gewoon militair verkeer, luchtvaartverkeer, diplomatiek verkeer, een beetje economisch verkeer, maar daar hebben we het ook al gehad. Met internet krijg je alles. En met AT&T helemaal, want god wie weet krijgen ze ook nog al het mobiele telefoonverkeer en sms-verkeer en dat soort zaken. En het probleem met het aftappen van internetcommunicatie is dat je heel moeilijk kan scheiden wat je binnenkrijgt. Want je krijgt alles. Dus je krijgt communicatie binnen van buitenlanders die praten met Amerikanen. Oké, dus het komt van buitenlanders, dus dan kun je daar wat mee. Maar zodra die Amerikanen dan weer wat terugzeggen tegen die buitenlanders, dan wordt het opeens wel weer een probleem, want dan ben je die Amerikanen aan het afluisteren. Dus waar men wel heel erg mee, officieel heel erg mee bezig is, is om dat te filteren. Maar dat is eigenlijk een probleem dat eigenlijk niet oplost.
aard van het internet staan op verschillende computers zo strikt om dat goed te kunnen scheiden. En je kan dat goed scheiden. Dat je eerst als je niet weet wie je communicatie hebt. Je hebt gewoon van een computer, krijg je gegevensverkeer of e-mailverkeer of van Skype, een telefoongesprek of wat dan ook. En pas achteraf zou je dan kunnen deduceren. Oh, dit is van de Amerikaan, dit moet weer weg van. Dat is het probleem. Als je een Amerikaan hebt die in het buitenland gevoerd, dus het is ontzettend moeilijk om op basis van geografie daar een scheiding aan te brengen. Maar het is wel de moeite waard. Dit geeft even heel simpelweg aan waarom. Ik gaf net aan van, ja, waarom is dat voor ons van belang? Waarom brengen we het überhaupt op tijdens deze lezing? Dit is het dataverkeer. Dit is eigenlijk gewoon het internetverkeer zoals wij dat kennen. En midden Amerika. En links van ons Azië en rechts Europa en Afrika. En je ziet dat naar Amerika toe de hoeveelheden data het meeste is. Daar is het meeste volume. Daar zit een verhaal achter. Niet zo heel erg interessant verhaal voor deze lezing. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat omdat men zo vreselijk veel informatie heeft, is het eigenlijk ondoenlijk voor een inlichtingorganisatie om dit niet af te luisteren. Inlichtingorganisaties zijn een beetje als cookie monsters. Ze willen alleen maar meer. En als we daarmee wegkomen, dan krijgen ze ook meer. Tenzij ze op een of andere manier publicitair of politiek te worden gevlogen. Dus dit is sinds 2004 bekend dat AT&T hierbij betrokken is. En AT&T heeft meerdere vestigingen over heel het land. Dus die kamer, dit soort kamers, komen dus op meerdere vestigingen voor. Maar waar hij werkte, San Francisco, hè, dat is dus de westkust, dat is dus wel waar dat soort verbindingen, waar het internetverkeer binnenkomt. Dus dan heb je echt een enorme hoeveelheid informatie in één keer te pakken. Internetverkeer, dat is ontzettend interessant, maar ook ontzettend veel. De informatie, hoe zij tegenwoordig omgaan met die informatie, ze hebben wel geleerd. En nogmaals, met 9/11 waren er twee problemen. Niet alleen het delen van de informatie, maar ook simpelweg het duiden van wanneer gebeurt er nou eigenlijk echt iets. Hè? Want je krijgt zoveel informatie tot je. Hè? Het bericht wat uiteindelijk werd verstuurd naar de terroristen, hè, van today is zero hour, hè, vandaag is het 0 uur, dat bleek achteraf het bericht te zijn om uiteindelijk die aanslagen te plegen. Maar als je vaak van dit soort hele cryptische omschrijvingen, hele cryptische zinnen voorbij hoort komen over koelkasten en over schapen. En als je heel lang meeluistert met het gesprek, kom je tot de conclusie dat ze het niet hebben over echte schapen of echte koelkasten, maar dat die koelkasten ergens voor staan, maar een koelkast voor een evenement, voor een gebeurtenis, of die koelkast staat voor een persoon of voor een bepaalde organisatie. Maar dat zijn dingen die kun je alleen maar meekrijgen als je ten eerste de volledige gesprekken hebt. En ook als je het over een geruime periode meeluistert. Anders blijven het hele cryptische omschrijvingen. Pas na verloop van tijd kun je dingen in context gaan plaatsen. Omdat je dan begrijpt waar ze het over hebben. En dus ook de foutjes eruit kunnen halen. Waar ik zelf tot de conclusie ben gekomen toen ik wat documentatie zag, wat ik niet allemaal hier neerzet, want dat is veel te technisch, is dat ze deels over zijn gestapt van ze kijken naar de inhoud, hè, dus kijken van wat wordt er gezegd, dat men kijkt naar de context. Wie praat met wie? En hoe vaak praat men met wie? En wanneer? En waar doen ze dit? En op die manier als het ware een soort keten van communicatie opbouwen. En dat is iets wat je wel gewoon daadwerkelijk kan inzien. En wat een behapbare hoeveelheid van informatie oplevert. Dat is iets wat we in Nederland sinds kort ook hebben.
met onze Europese dataretentiewetgeving altijd bijhoudt. En dat zorgt in ieder geval voor dat je niet meer direct overrompeld raakt door grote hoeveelheden informatie. Alhoewel je nog steeds grote hoeveelheden informatie tot je krijgt. Zo zijn er bijvoorbeeld ook, wordt op dit moment gewerkt aan een grote, enorme datacentrum in Utah, in Amerika. Heeft men ook patent ook ingediend met betrekking tot data, tot informatiemanagement, met grote hoeveelheden informatie. Want dat geeft dus al wel aan dat ze nog steeds strubbelen, als het ware, met hoe ze om moeten gaan met grote hoeveelheden informatie. Dat ze dus nu fysieke, technische oplossingen zoeken om dat op te vangen. Dus simpelweg gewoon meer datacentra, om nog meer informatie kwijt te kunnen. De NSA sinds 9/11 voegt uit zijn voegen en kan niet meer in Fort Meade, Maryland, kan daar niet meer terecht. Ze komt daar simpelweg ruimte tekort. Dus Utah is daar één van. Ander punt is dat sinds een paar jaar geleden aanwezig is met de constructie in San Antonio, Texas. Een talencentrum of eigenlijk een campus, waar onder andere veel aan taalkennis wordt gedaan. Dus Spaans. Op een gegeven Spaans, Arabisch en merkwaardig genoeg ook Frans en ook nog andere talen. Maar dat Frans, daar kan ik niet helemaal plaatsen. Arabisch, nou, dat begrijp ik dan weer wel. Maar dat zijn dus taalcentra. En men is ook nog steeds naar zich op zoek naar nieuwe mensen. En dat geeft dus nog steeds aan dat ze gewoon kampen met een groot tekort. Want die grote hoeveelheden informatie, je kan natuurlijk allemaal computers hebben die dingen analyseren. Maar inlichtingen aan het einde van de dag is en blijft mensenwerk. Je moet dingen kunnen interpreteren, je moet dingen kunnen begrijpen, je moet contextueel en abstract kunnen denken. Dat zijn dingen die computers nog steeds niet kunnen. Dus aan het einde van de dag, al die hoeveelheden informatie, moet nog steeds door iemand worden verwerkt op dagelijkse basis. En daar moet dan een rapport uitkomen. In 1998 heeft de directeur, directeur van de NSA, bij een symposium over open source informatiemanagement een speech gehouden waarbij hij sprak over een niet nader geïdentificeerd collectiesysteem. Het ging over datamanagement, dus het was niet heel erg onlogisch om daarover te spreken. Waarbij hij aangaf dat voor elk half uur, dat was voor 1998, elk half uur ongeveer een miljoen intercepties, een half uur ongeveer een miljoen intercepties oplevert. Daar ongeveer daar duizenden van worden weggegooid door een filter, een geautomatiseerd filter. Het echelonsysteem werkt namelijk op basis van zoektermen, genaamd de dictionary. Van een systeem dat men intern ontwikkeld heeft, waar al deze echelon locaties mee werken. En als men opvraagt, dan krijg je vrijwel letterlijk iets wat lijkt op iTunes. Ja, dus je krijgt allemaal losse fragmentjes met een duur en met allemaal zoektermen erin verwerkt. En als eerste zoekterm de locatie waar het vandaan kwam. Dus al die locatie hebben allemaal codenamen. Maar 1998, elk half uur 1 miljoen intercepties levert dat op. En uiteindelijk komt daar van 1 miljoen komt daar dat werk één rapport uit. Dus dat levert uiteindelijk van 65 items wat door iemand echt wordt gezien. Daarvoor heeft alleen maar filterprogramma's hun werk gedaan. Dus die hebben alle dingen eruit gegooid. En dat levert uiteindelijk één rapport op. Dus elk half uur is er genoeg informatie om één rapport te geven. Dat is van 1998, dus het zal nu alleen maar op meer zijn. Of dat er vaker rapporten worden. Maar dat is dus het lastige met onderzoek doen met betrekking tot inlichtingendiensten. Je moet net geluk hebben. Iemand die dan uit de school wil klappen. In dit geval heb ik een WikiLeaks en Bradley Mannings. Heel actueel. Maar heel veel van deze informatie, het begint toch wel aardig gedateerd te raken. En deze informatie dan niet. Dat is weer van andere klokgeluiden, van ETH.
Orwelliaans. Op die manier geniet dit soort dingen ook weer meer aandacht, media-aandacht. En dat geeft mij weer een beetje inzicht van waar men in de zin leeft. Maar goed, dat levert dus een paar conclusies op. Namelijk, dat heb ik al aangehad, de Amerikaanse grondwet, dat is artikel 4. Zit nog binnen de tijd? Oh, perfect. Ik heb een vierde monument. Simpelweg privacy waarborg van de Amerikaanse staat. Omdat de NSA steeds meer en meer en meer vergaart. En steeds moeilijker selectief kan zoeken. Ik heb het niet over filteren, maar puur over zoeken. Dus dat je hetgeen wat je al krijgt, dat al redelijk voorgeselecteerd is. Met radiocommunicatie is het redelijk simpel. Weet je dat komt van die satelliet en die satelliet ontvangt berichten uit Europa of Afrika. En dat is een beetje, dat zijn de gebieden waar satellieten in werken, hè, als het een beetje continentaal niet zijn. Met de komst van internet en de groei van internet is het belangrijk dat het interessant zijn voor de om daar wat mee te doen. Dat was ook heel goed. Als heel veel mensen aan het internet. Dat was vroeger academisch een beetje. Nerds, mensen met baarden, die veel koffie drinken en weinig slapen, zeg maar. En nu gebruik je iedereen. Maar dat betekent dus ook dat je informatie krijgt van een Amerikaanse staat. Tijdens de Koude Oorlog, volgens mij na de Vietnamoorlog, maar is er ontzettend veel gezeik geweest met betrekking tot binnenlandse afluisterpraktijken van de NSA. En een aantal democratische senatoren hebben de opstel aangesteld en een nieuwe wetgeving aangenomen. Een nieuwe wetgeving die daarmee gestart. Dat is de FISA-law, Foreign Intelligence Surveillance Act. En die stelt de NSA ertoe in staat om met een bevel van een rechter, een geheime rechtbank, dus een rechter krijgt materiaal of krijgt zaken aangeleverd en die moet daar zijn goedkeuring aan geven. Mag dit afgeluisterd worden? Ja. En geeft dan daar dan zijn toestemming voor? Ja. George Bush Jr. Uiteraard allemaal naar aanleiding van September, want waren al deze dingen al deze dingen hadden plaatsgevonden. Heeft dat terzijde geschoven, dan heeft het politiek verdedigd, dat het ondoenlijk is voor een inlichtingenorganisatie als de NSA om zoveel informatie te vergaren uit zoveel uithoeken van de wereld en dan niet toevallig de communicatie voor zich te krijgen van Amerika. Dat kun je eigenlijk alleen pas op het allerlaatste stadium, als er een mens aan gepast wordt. Kijken naar is het een Amerikaan, ja, en hoe weet je dat? Want wij hebben hier paspoorten en dat is allemaal heel gegeven. In Amerika kennen we dat. We hebben daar geen national security. Ontzettend lastig om echt erachter te komen van wanneer is iemand nou een Amerikaans staatsburger. En als iemand nou bijvoorbeeld een expat is en hij werkt bijvoorbeeld van de mensen die ik ken, mensen die werken op Shell en die werken bij de Verenigde Arabische Emiraten. Er zitten ook Amerikanen bij. Hoe weet je dat Amerikaans zijn? Want ze werken niet in, ze zitten niet in Amerika. Ze werken ergens anders. Hoe weet je dat? Dat is ontzettend lastig. Dat is iets wat een probleem zal blijven. Het afluisteren van Amerikaanse staatsburgers is iets wat je niet meer terug kan draaien. Dat is gewoon niet reëel. Het levert een ontzettend grote hoeveelheid informatie op. Is het uitvoerig artikel over eigenlijk de geheime wereld van de uh,
uitbesteding mensen met een positief werk. Dat waren iets van, ik zeg even allemaal, 854.000 Amerikanen, van ook nog een groot deel, niet werkt voor de overheid, maar gewoon voor een commerciële partij. Zo'n commerciële partij kunnen namelijk secret clearance en public clearance krijgen, mits uiteraard door het proces heen komen. Dus FISA, FISA law, het overtreden van het vierde amendement van de Amerikaanse grond, blijft een probleem. Volume zal ook nog een grote lange tijd een probleem zijn en een probleem blijven. Want we hebben nu allemaal wel een computer. Sommigen hebben nu ook nog een iPhone erbij en een laptop. En met je iPhone zit je op internet en met je laptop zit je op internet. En computer. En dat worden er natuurlijk alleen maar meer, want de rest van de wereld zal hopelijk welvarender worden. En met die welvarendheid komt ook meteen meer, komen meteen meer internetgebruikers bij. En daarnaast komt de techniek voor internet ook, wordt ook steeds gewoon goedkoper. Dus volume, het omgaan met grote hoeveelheden informatie, dat zal steeds een groot probleem blijven. En wat ik zelf zie, wat mij de meest logische stap lijkt, maar dat is mijn eigen conclusie, is dat die twee projecten, dus het project van Echelon, wat zich eigenlijk alleen maar richt op alles wat niet met burgercommunicatie te maken heeft, hè, nogmaals, militair, diplomatiek, economisch, dat hebben ze volgens mij zo'n beetje allemaal wel gehad. En internet krijg je natuurlijk alle communicatie, maar voornamelijk ook burgercommunicatie. Terroristen maken gretig gebruik van internet, internetcafés, ook van e-mails en dergelijke. En het lijkt mij de meest logische stap dat de NSA die twee vormen van communicatie zal consolideren. En dat het uiteindelijk gewoon als één grote informatiepot zal worden benaderd. Omdat het eigenlijk niet logisch, het is niet logisch om dat gescheiden te houden, ook niet binnen de organisatie. Voor de mensen die het niet kennen, David en Goliath. Heel vaak, dat is het eigenlijk ondanks de technische zaken die ik behandel, is mijn persoonlijke insteek, mijn voornaamste insteek van deze lezing, is om het beeld weg te nemen van een grote almachtige organisatie die alles kan afluisteren, iedereen kan afluisteren waar je ook bent en zolang je, als je ook maar een telefoon opneemt en je zegt drie keer achter elkaar bom 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 bom, dat er dan een klikje hoort en dat je dan een gesprek opgenomen wordt. Het klikje uiteraard, dat bestaat simpelweg niet. Ook niet binnen Nederlandse politieapparaat. Ik zou me zorgen maken over de kwaliteit van je eigen telefoon als je klikjes hoort. Maar deze twee zaken, voornamelijk de zaken rond Osama Bin Laden en het feit dat ondanks al die informatie men daar niet naar kon handelen, dat geeft ook al aan dat ook al heb je heel veel, dat je daar lang niet altijd iets mee kan. Dus de hoeveelheid zegt lang niet alles. En een tweede punt is simpelweg, niet alle vormen van communicatie is interessant. Of is de moeite waard om daar zoveel energie in te steken. En laatste punt is, alles kent een budget. Een budget kent een einde. Budgetten zijn wel heel erg groot. Ze zijn ook vaak geheim. Zeker die van de NSA is geheim. Maar een ander punt is ook simpelweg, dat je kan heel veel dingen doen. Je kan net zoveel computerkracht hebben als je wilt, maar zaken als de natuurwetten en dergelijke kun je helaas niet kraken. Dus sneller dan de snelheid van het licht werken met computers, dat bestaat simpelweg niet. En als ik hier iets doe met mijn telefoon, dan kan men dat in Amerika echt niet horen. Want zover reiken die signalen simpelweg niet. Dus dat is simpel om het beeld van een grote Goliath dat een beetje bij te stellen. De almachtige
Amerika kan een hele hoop, maar niet alles. Dus ik heb eigenlijk een beetje alles wel gehad. Ik denk dat ik het voornamelijk, Thomas, wat ik net al zei, het voornamelijk moet hebben van de vraag, want dan kom ik een beetje los. Ik ben een beetje gespannen nog steeds. Dus ja, zijn er vragen? Ik neem even een slokje. Ja en nee, eigenlijk niet. Nee, mijn werk heeft een... Ja, het vervelende is natuurlijk als ik zou zeggen nee, hoe betrouwbaar is het antwoord? Maar nee, mijn werk heeft er niks mee te maken. Ik hou me echt gewoon bezig met het beveiligen van informatie. En ik stel mezelf altijd de vraag van, en ik ben altijd een beetje nieuwsgierig. Ik ben altijd van, kan dat eigenlijk wel? En ik lees altijd een hele hoop. En als je documentaires volgt op bijvoorbeeld een Discovery Channel, en ik heb ze denk ik zo'n beetje allemaal wel gezien inmiddels, van National Geographic. En zodra het gaat over de NSA, dan wordt het altijd een heel positief daglicht gesteld. Hè? En dan wordt altijd een beetje omzichtig de indruk gewekt dat men inderdaad alles kan afluisteren en alles kan weten. En ook alles kan kraken. Je kan ook niet alles kraken. Maar dat soort dingen worden nooit duidelijk gemaakt. Er wordt nooit expliciet verteld. Hè? Dus het falen bijvoorbeeld van de van 11 september, de 9/11 commissierapport, gaat maar heel klein beetje in op de activiteiten van de NSA. Terwijl voornamelijk het ontbreken van die communicatie van topmensen van Al-Qaeda er uiteindelijk toe hebben grotendeels, laat ik het even voorzichtig inkleden, deels toe heeft geleid dat men heel moeilijk kon plaatsen wat dat today is zero hour. Kijk, als je elke dag dat soort dingen hoort, ja, als je dan een dag, stel je komt elke dag kom je op kantoor en je krijgt elke dag soortgelijke berichten, vage cryptische dingen krijg je te horen, want je weet dat je naar Al-Qaeda luistert of je weet dat je naar een terrororganisatie ergens in Jemen of zo luistert en iedereen weet dat ze afgeluisterd worden, de meesten weten dat wel, zeker de top is er zich altijd wel van bewust. Die praat altijd heel erg in cryptische termen. Op een gegeven moment zegt het heel weinig. Want dan weet je niet meer van oké, wat zero hour. Ja, er is ook wel eens een keer gezegd. Breng morgen de koelkast. Is dat een bom? Is de koelkast een bom of is dat echt een koel? Het is heel moeilijk om echt. Het is pas wijzend achteraf om te zeggen van dat was het. En dat maakt inlichting ook zo ontzettend moeilijk. En ik denk dat ondanks de hoeveelheid informatie het altijd heel moeilijk zal zijn, ook zo moeilijk zal blijven. En ook dat de groei van de hoeveelheid informatie dat probleem niet op zal lossen. Want het probleem is, vind ik zelf, grotendeel menselijk. He, dus waar Amerika heel erg sterk in is, zijn technische operaties. Maar niet zo heel erg met menselijke operaties. Terwijl je misschien als je iemand binnen Al-Qaeda zou kennen, of op een of andere manier via mensen informatie kan krijgen over wat er gaande is. Dus of er bijvoorbeeld nieuwe mensen zijn gerekruteerd die tot de top binnenkort gaan horen. Nieuwe activiteiten. Of reacties op bepaalde activiteiten. Hoe reageer men op bepaalde zaken. Dat is waardevolle informatie en niet alles wordt gecommuniceerd. Osama bin Laden zelf heeft geen satelliettelefoon meer. En doet alles gewoon mondeling, gewoon met mensen die hij kent. En dat maakt hem wel heel erg sterk. Want ondanks al je satellieten en al je afluisterapparatuur, dat is wel het nadeel als je heel erg richt op high-tech oplossingen. Zodra je een tegenstander hebt die gewoon niet meer high-tech werkt, maar gewoon precies het tegenovergestelde, dan... Ja, dan faalt zo'n organisatie. Nou ja, faalt. Dan krijg je opeens geen informatie meer. Jij. Oh, sorry. Om nog even als aanvulling trouwens. Ik heb wel een hele hoop klanten die altijd vaak denken dat ze afgeluisterd worden. En dan moet ik ze altijd op bedaren dat hoogwaarschijnlijk niet het geval zou zijn. Alhoewel ik het uiteraard niet weet, want ik ken niet alle activiteiten van mijn klanten, maar... Als ik dan kijk van wat ze er doen, dan denk ik, nou, dat lijkt me sterk. Sorry, ja. Is dat vooral defensie?
Nee, niks overheidsgerelateerd. Het MKB, professionals, dus notarissen, advocaten, juristen. Maar ook, en dat is niet iets waar ik zelf sturing in heb gegeven, maar wat zo is gelopen, heel veel ambassades. Dus ik zit vaak in de Indische buurt, in Den Haag. En daar zijn ze wel bekend met beveiliging. Hè, want ik krijg wel eens, dan moet ik dingen doen. Dan krijg ik wel eens geregeld de vraag van, u heeft het toch wel weggehaald. Hè? U neemt toch niet toevallig dingen mee naar buiten straks. Want ik kom eraan en ik doe daar mijn werk. Mijn werk houdt op en dan ben ik weer weg. En dan moet ik uiteraard geen informatie meenemen. Maar ambassades die hebben hun zaakjes wel op orde. Die doen het echt hele belangrijke werk. Dat laten ze of door een diplomatieke koerier afhandelen. Wat dus per se Zimburg betekent, dat zit ze in een diplomatieke zak. Maar het is geen echte zak, het kan eigenlijk elke vorm aannemen. Zijn we sinds de Koude Oorlog wijzer geworden toen de Sovjet-Unie een olifant in een diplomatieke zegel, want dat is een verpakking met diplomatieke zegel eromheen, een olifant vervoerde van de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten, om te kijken hoe de Verenigde Staten zou reageren hierop. Want dat is nog nooit eerder gedaan, het was alleen maar zegel, gewoon tasjes die je mee kon nemen, maar geen enorme dieren. En dit was de eerste keer. En dat, dus een diplomatieke tas is abstract. Het is gewoon een diplomatieke... Het is een object wat een diplomatieke onschendbaarheid, om het maar zo te zeggen, geniet. En mag dus niet onderzocht worden. Dat en versleuteling. Dat is, maar ja, goed, dat doen ambassades uiteraard met hun thuisland. Dus daar zit ik absoluut niet tussen. Daar heb ik niks mee te maken. Maar dat geldt dan weer niet voor notaris of advocaten. Dan kom ik daar weer wel om door kijken. Ja, om de dood eenvoudige reden dat hun nieuwe vijand is geen land meer, maar dat zijn burgers. Dus bij de gratie van dat alleen al, zou je eigenlijk al gewoon een pleidooi kunnen houden dat geld investeren wel degelijk de moeite waard is. Dat was het alleen maar omdat je over moet schakelen van het ene manier van informatie vergaren, namelijk via telexverbindingen, faxverbindingen, satellietverbindingen. Dat zijn dingen, dat hebben diplomatieke posten, dat hebben ambassades, hebben dat soort dingen. En internet, ja, dat is gewoon één homogeen netwerk. En je kan niet zeggen van als ik hier iets aftap, dan krijg ik iets van die regio. En dan krijg je alles wat van en naar die regio gaat. Dus dan krijg je dan, zoals we net zagen op die wereldkaart, dat is een hele hoop. In het geval van Amerika in dit geval. Dus ja, zij hebben er heel veel... baat bij. Ik kan niet zeggen. Jij, dat wil ik net zeggen. Nou, het probleem is natuurlijk dat je. Er zullen ongetwijfeld verijdelde aanslagen zijn waar wij misschien nooit wat van te horen krijgen. Misschien dingen die al in een heel vroeg stadium al worden verijdeld. Dus nog niet eens dat Ali met een bom op de achterbak rijdt naar zijn locatie, maar gewoon dat er een magazijn staat met een enorme vat met chemicaliën erin. En dat is dan een van de ingrediënten voor een bom. En dat misschien in een vroeg stadium dat dan al wordt verijdeld. Dat als het wordt verijdeld, het wordt verstoord en dan hoop je dan maar dat de terrorist doorheeft van oké, je wordt in de gaten gehouden, stop met je activiteiten. Het probleem, en dat is wel een groot probleem met contra-terrorisme, we hebben dus contra-inlichtingen en dat is simpelweg gewoon wijzer worden.
Hè, dus ik luister jouw gesprek af en ik krijg gewoon wat, ik krijg steeds meer over jou te weten. En dat vind ik erg interessant. Of ik er wat mee ga doen is een heel ander verhaal. Met communicatieinlichtingen is het, ja, daar zit iets heel veel informatie in waar je ook altijd iets mee kan. Het is ook vaak deels ook economisch. Dat is het voornamelijk geworden na de Koude Oorlog. Hè, na de Koude Oorlog, de Berlijnse muur viel tot iedereens verbazing en al snel daarna loste de Sovjet-Unie op. En ja, dan heb je opeens geen vijand eigenlijk meer. En je hebt al dat budget elk jaar, al die budget heb je elk jaar gekregen en dan moet je opeens gaan verantwoorden van waarom moet je nog hetzelfde budget gaan krijgen en aanhouden. En daar komt de economische, daar komt dat echelon, wat ook wordt gebruikt voor bedrijfsspionage of economische spionage, om de hoek kijken. Dus waarbij een, volgens mij was het een opdracht uit Qatar voor een aantal vliegtuigen. En er liep een tender bij Boeing en er liep een tender. Voor mij is Boeing Frans. Of is Boeing Amerika? Voor mij is Amerika. Oké, okay, gelukkig. En je had een tender met Air France. En door middel van informatie over die onderhandeling die Air France had met degene die uiteindelijk die vliegtuigen wilde hebben, kon men uiteindelijk waardevolle informatie krijgen om die onderhandelingen te manipuleren. Dus hoe dat dan gaat, er is bijvoorbeeld een liaison officer, zoals dat mooi is, dus een afgezant van de NSA, die dan werkt bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. En de Kamer van Koophandel kennen we uiteraard hier in Nederland ook, en die hebben ook contacten met het grote bedrijfsleven. En zoals ik net al aangaf, de NSA deelt dingen heel erg minimalistisch met anderen. En wat zo'n, stel zo'n liaison officer weet van zo'n onderhandeling en die weet van zij hebben 4,8% geboden en als je nou net een paar tiende procent eronder zit, dan heb je meer kans dat je de order binnenkrijgt. Want dan praten we meteen over een paar miljard dollar. Dat is belastinggeld. En dat zijn werknemers die aan het werk worden gehouden. En zoals het Amerikaanse politieke systeem werkt, senatoren en afgevaardigden van het Huis van Afgevaardigden, die zijn gek op goede dingetjes die gedaan worden voor hun staat. Dus als dat meer banen oplevert, ja, tuurlijk, graag. En dus dat is een tweeledig voordeel. En nou krijgt zo'n topman van, laten we zeggen, Boeing, zal nooit te horen krijgen van, joh, we hebben zojuist iets ontvangen, ik zou er maar eens 0,3% onder gaan zitten als ik jou, want dan maak je een goede kans. Maar dat is zo suggestief en zo dubbelzinnig, dat je niet weet waar die informatie vandaan komt. Terwijl wel bekend is met wat rechtszaken uit het verleden, dat die kwamen natuurlijk nooit verder dan beschuldigingen. Maar uiteindelijk door middel van lekken vanuit de NSA, maar ook vanuit de Canadese inlichtingendienst, dat is dus waar dat verhaal van Margaret Thatcher vandaan kwam. Van iemand die dus zegt van ja, wij gingen weer terug naar Canada met een paar cassettes. Want dat waren opnames van twee ministers. Dat soort informatie komt uiteindelijk op straat liggen. Dus dat is ook een deel van waarom men daar ook heel erg in geïnteresseerd is. Omdat van gewoon het economische voordeel wat je eruit kan halen. Gewoon het onderhandelingen. Nederland doet dat trouwens ook hoor, Nederland. Er is een interessant boek. Ik weet niet wat het is, Cold War en Secret Signals of iets dergelijks, van Kees Wiebes. Het is geheel Engelstalig. En dat gaat erover dat er informatie van de TIVC destijds, dat was een organisatie die, dat was een soort verzamelorganisatie voor Nederlandse inlichtingen. En die gaven weer informatie door aan het ministerie van Landbouw. En dat had betrekking op aardappelprijzen. En, ik zou de details maar even achterwege laten, maar dat soort dingen, elk land doet het eigenlijk.
Dus het is ook heel dom als je ermee zou stoppen. Want iedereen doet het. En dan zou jij het opeens niet doen. Dus ja. Alleen, zij doen het groter. Maar ja, het is een groter land. Ja. 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 Maar er is een geheim comité binnen Senaat. En ja, kijk, heel veel. Kijk, waar we het nu over hebben zijn hele operationele zaken. Hè. Die af, die luistert die af, daar staat een station. Dit soort dingen worden onder worden opgevangen. Maar daar wordt natuurlijk meer in strategische termen gesproken over inlichting. Dan wordt er meer over lange termijn doelen worden er dan gesproken. Het zal ongetwijfeld bekend zijn, ja. Maar je moet niet vergeten dat heel veel politici er ook baat bij kunnen hebben. En dat is dus deels weer vanwege het economische belang. En ik kan me zo voorstellen, als je in zo'n comité zit, dat hoor ik wel eens meegekregen van iemand die zich ooit bezig heeft gehouden met inlichting, die van een inlichtingenorganisatie kwam. Dat als je echt weet wat er gaande is, dat je dan moet je wel goed in je schoenen staan. Omdat er zoveel dingen gebeuren waar je in het nieuws geen weet van hebt. Het kunnen misschien hele kleine dingetjes zijn, die dan heel snel ook weer activiteiten die komen en ook meteen weer gaan, heel vluchtig zijn. Maar bijvoorbeeld terroristische activiteiten, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, de meeste zijn daar niet. Weten er wel wat van, maar niet de exacte details. Want dat is geheim. Ja, nou, de president, Witte Huis. He, dus president, vicepresident. Ja, uiteraard. Nou, je hebt natuurlijk, ja, dat heb je met elke organisatie uiteraard. Hoe zit het met de AIVD? Ja, er is een directeur en die rapporteert aan de minister-president. En zo simpel is het. In dit geval valt de NSA onder de ministerie van Defensie. Dus die valt dan ook, die valt eigenlijk direct dus onder de Secretary of Defense, de minister van Defensie. Maar ja, nee, er wordt niet zo met. Ja, ik weet niet precies waar je exact op doet, maar er wordt niet op dagelijks termijn wordt er niet gekeken van wat de NSA allemaal doet. Het is gewoon meer van het budget. En is er budget? En vaak is er wel op een of andere manier budget. En zeker na 11 september is dat toch wel is dat behoorlijk gegroeid. Maar dat doen ze toch ook? Ja, oké, okay, maar. Ja. Ja, ja. Nou, de NSA doet niks. Dus dat is. Dat is misschien heel raar. Kijk, de CIA bijvoorbeeld, nee. Nee, want dat staat namelijk niet in hun mandaat. Dus als ik het heb over signals intelligence, dan is het echt alleen dat. Zij mogen alleen luisteren. Dus zij vangen een hele hoop dingen op. Maar bijvoorbeeld een CIA en een FBI, bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld een terrorist. Nou, wie zou zo'n terrorist moeten oppakken? Zelfs in Los Angeles, wie zou dat dan moeten doen? Nou, de NSA heeft geen law enforcement bevoegdheid, dus die mag niks. En die mag gewoon wat iemand staande houden, maar dat net zoals elke andere burger. Dan wordt de FBI erbij gehaald, want die mag dat soort dingen. Ja, maar ja, dan moet zo'n FBI wel informatie aangereikt krijgen. En ja, dat is dat een beetje het antwoord op je vraag? Ja. Ja, maar geen aftappen zo van informatie, want die bevoegdheid heb ik niet. Maar bijvoorbeeld wel
Bijvoorbeeld iemand heeft terughalen van informatie, heb ik het alleen maar over informatie op een computer. Dus alles wat over een telefoonlijn of over een internetlijn gaat, daar doe ik niks mee. Maar bijvoorbeeld het terughalen van informatie van schijven. Dus om daar eens even op in te gaan. Je hebt een ontzettende, er heerst een ontzettende paranoia met betrekking tot het vernietigen van data. Ik denk dat je op internet allerlei leuke filmpjes op YouTube kan tegenkomen met mensen die met allerlei chemicaliën en explosies schijven proberen te verbranden. Om die informatie permanent te laten wissen. En natuurlijk grotendeels ingegeven door dingen die ze zien op CSI en al dat soort prachten, allemaal dat soort juweeltjes. Maar dat is natuurlijk fictie. Daar kun je alles doen. Of zo, zoals we dat zo mooi noemen, dat is een plotmiddel. Dat is een manier voor jou om van hoofdstuk A naar hoofdstuk B te komen. En anders houdt het opeens op als je een laptop in het water gooit en je zou er opeens niet bij kunnen komen. Dus nou goed, daar kun je overigens dan nog wel eens bij komen als een schijf in het water heeft gelegen. Maar je kan schijven wel leeghalen. Maar waar ik bijvoorbeeld bij kom kijken, is bijvoorbeeld dan bij een brand of zo. Ja, dus er heeft een brand plaatsgevonden in een kantoor. En op één computer zijn hele belangrijke dingen op. Die gegevens moeten worden teruggehaald. Nou, dat haal ik dan terug. Dat of iemand heeft iets weggegooid of zo. Bewust, al dan niet onbewust. En dan 9 van de 10 kun je het gewoon terughalen. Ja. Dus dat is dan wat ik doe. Dat is met betrekking tot het terughalen van informatie. Maar het merendeel van mijn werk hou ik me gewoon bezig met het beveiligen van andermans informatie. Zo, hè, om er zo voor te zorgen dat als mijn laptop bijvoorbeeld gejat wordt, dat dan niet iedereen zomaar bij die informatie kan komen. Om het maar concreter te maken voor je, dat mijn klanten niet eindigen als Joost Tonino. Hè, de officier van justitie die zijn computer bij het straatval heeft gezet. En Peter de Vries opeens een paar even later zei, kijk nog eens even naar mijn komende uitzending. En dan hè, met een leuk promotiefilmpje erachter. Dat was gewoon heel erg dom. Mijn klanten zouden heel erg veel moeite moeten doen om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus ik probeer dat soort dingen dus te vermijden eigenlijk. Hè. Dus als er informatie op straat eindigt, door diefstal, wat dan ook, dat het dan zomaar letterlijk op straat mediaal eindigt. Dag erin. Ja, een aanzien van WikiLeaks. Oh ja. Over de NSA. Gaat bij de NSA natuurlijk het meeste bezig om WikiLeaks uit te halen. Als in ieder geval al die gegevens van WikiLeaks te pakken te krijgen. WikiLeaks heeft zo'n versleuteling, ook zo'n versleuteling. Ja, dat heb ik me laten vertellen, ja. Ik weet niet of het waar is. Gegevens. En die heeft NSA dan ook dingen als hackers in dienst? De NSA heeft de grootste verzameling van computerwetenschappers, wiskundigen en linguisten in zo'n beetje in dienst. En de informatie, en althans wat van bijvoorbeeld de werk ongeveer 30.000 mensen voor de NSA op alleen Fort Meade. Dus dat is alleen de locatie Fort Meade. Dat is gewoon een kleine stad. Dat is gewoon een grote, enorme hoeveelheid mensen wat daar gewoon werkt. Jullie zagen net een gebouw, maar dat was één van de gebouwen, want er zijn een stuk of 60 of zo. Het wordt ook niet voor niets Crypto City genoemd. Het is echt letterlijk een stad, een wereld op zich als het ware. En die zullen ongetwijfeld proberen dingen te kraken. Ja. Maar ik weet niet of de manier, of het echt op de juiste manier is versleuteld zoals het wordt aangegeven. Als dat het geval is, dan kan dat niet gekraakt worden. Want als je de theorie, tenzij ze dat is meer wiskundig. Je kan namelijk proberen het wachtwoord te raden. Of je kan namelijk proberen te kijken of je de code onderuit kan halen. En de code die wordt gebruikt is zo openbaar. En bestaat al zo lang. Dus men heeft er al zo lang naar kunnen kijken. En dat is door wiskundigen eigenlijk nooit op een praktische wijze. Er is ooit één theoretisch
theoretische manier gevonden waarmee het zou kunnen. Maar dat is zo theoretisch, dat is zo moeilijk om dat in de praktijk te kunnen doen, omdat je simpelweg die fysieke middelen mist. He, dus stel je zou voor elk grassprietje, dat was ooit eens een keer zo'n mooie berekening, als je voor elk grassprietje in de wereld, als je daarvoor een supercomputer zou hebben, dan zou je nog rekenkracht tekort komen. Dus je krijgt de macht van de grote getallen, je krijgt zulke absurde grote getallen en jaren waarop iemand dan erover zou moeten doen om een wachtwoord te kunnen kraken, daarvoor kun je gewoon zeggen dat is gewoon niet te doen. En de Amerikaanse overheid gebruikt dat zelf ook, dezelfde standaard. Dus dat is ook wel aannemelijk dan dat het dan niet te kraken is. Want anders zouden ze zelf ook een probleem hebben. Overigens, over WikiLeaks vind ik het wel heel erg apart dat die Bradley Manning, die iemand die gestationeerd is in Irak, allerlei diplomatieke kabels heeft gekregen. En echt in enorme hoeveelheden ook nog. En dat geeft me wel een beetje te denken over het hele systeem wat we nu hebben met Top Secret. Dat of te veel mensen hebben clearance. Of te veel informatie wordt die clearance gegeven. Dus dan zou men de lat of hoger moeten leggen met rubricering. Of het aantal mensen die deze clearance hebben zou dan aanzienlijk moeten worden verkleind. Ik vind het in ieder geval heel apart dat toen ik dat las en denk ik, oh jee, dat is wel echt enorm jong. Ik weet dat ze jonge mensen in dienst hebben, maar niet dat ze dan ook nog toegang hebben tot al die informatie. En dan ook nog dat op een cd'tje mee kunnen nemen. Maar dat is altijd de moeilijke afweging met beveiliging. Ik heb wel eens mensen gesproken van de KLPD. En je hebt een klassificatie, wat was het ook weer, voor mij was vertrouwelijk. Dan heb je geheim en dan heb je zeer geheim. En zeer geheim is echt het mooiste, nou niet het mooiste, dat is een beetje verkeerde woordingen. Het meest saillante wat er is eigenlijk binnen die organisatie. En dat zijn lijsten van ooggetuigen, van verdachten, van in ieder geval hoog geprofileerde personen. En jullie weten ongetwijfeld ook dat er wel eens incidenten zijn geweest met USB-sticks. Weet ik veel waar ze tegenwoordig allemaal eindigen. Ze eindigen overal, denk ik. Treinen, auto's, ergens op straat. Dus die hebben die USB-sticks van die overheden hebben soms hele interessante leventjes. Die vaak altijd ergens buiten eindigen. En ik heb me altijd verbaasd waarom ze überhaupt dat toestaan. Hè? Van waarom, want ik zou zeggen als beveiligingspersoon zou zeggen van niks toestaan. Je hebt een scherm en een toetsenbord en je kan niks meenemen. Het schijnt een hele kleine groep te zijn, een hele kleine groep mensen die toegang heeft tot die informatie. En ze kennen elkaar ook allemaal heel goed. En dat is een beetje waar het systeem heel erg op draait. Onderling vertrouwen. En er wordt ook heel erg organisatorisch ook heel erg aangewerkt dat men elkaar ook heel erg kent. Dus men deelt blijkbaar ook heel veel lief en leed met elkaar in een zekere zin. Dus men weet heel veel over elkaar, weet ook heel veel wat er gaande is thuis. Maar toch komen dat soort dingen voor. En dat is, ja, dat is een, hoe kan ik dat het beste zeggen? Dat is dat is iets waar je niet aan kan ontkomen. Want als je informatie heel erg beveiligt, dan wordt het zo restrictief dat je daar vrij weinig nog meer, ja, dat je daar nog vrij weinig wat mee kan. En dat is ook het ontzettende moeilijke. Maar het grootste probleem vind ik is naast dus die klassificatie, dat het Amerikaanse leger is gewoon echt extreem groot. Jullie zagen net al, ze hebben basis in Groot-Brittannië. In zekere zin zitten er ook mensen dus ook in Nederland. Ze zaten in Duitsland, maar na de komst van Homeland Security niet meer. Ze zitten nog steeds in Japan, ze zitten op heel veel plekken. Niet alleen maar daar waar een missie loopt. En het is gewoon echt extreem groot. En dat is dus ook een van de redenen waarom dat artikel in de Washington Post, Top Secret America, ook, wat het in ieder geval ook aangeeft, het is eigenlijk een beetje uit de kluiten gegroeid. Het is zo groot dat het ook niet meer handelbaar wordt als organisatie zijnde. Dus ja. Verder nog vragen? Wat is de relatie tussen de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten en Nederland per specifiek?
Nou, heel veel informatie komt uit, veel informatie komt uit Amerika. Er wordt wel eens aangegeven dat Nederland onderdeel is van het Echelon-netwerk. Dat is onzin, dat is pertinent onzin. Dat is ook, als je daar logisch over nadenkt, ook helemaal niet logisch. Er is een paar jaar geleden een legerbasis opgeheven in Duitsland. En er bestaat er nog eentje in Groot-Brittannië. Dus als je het hebt over afluisteren, voornamelijk geografisch georiënteerd. Als je dan iets in Duitsland zou opheffen en iets bestaat nog steeds in Groot-Brittannië. Dan is er ook helemaal geen reden om überhaupt dan Nederland daarbij te betrekken. Ik weet in ieder geval dat, en dat weten jullie denk ik ook wel, dat de reden deels om met die Irak-missie in zee te gaan, was gebaseerd op informatie van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap. Heel veel zelfs. Maar de MIVD, de directeur van de MIVD, had wel allemaal kanttekeningen geplaatst bij die informatie van het is niet te verifiëren. Er was een bron. En die bron beweerde dat binnen 45 minuten of zo een raket, dat Saddam Hussein een raket helemaal operationeel kon maken. Ik heb het niet over fabriceren. Ik heb het gewoon van, er ligt een raket ergens in een magazijn en binnen 45 minuten kan dat operationeel worden gemaakt en worden afgevuurd op een land. En achteraf bleek dat die bewering van een of andere taxichauffeur kwam, waar een inlichtingofficier heel veel contact mee had en in het verleden ook inderdaad waardevolle informatie van gekregen heeft en daar dus nog steeds eigenlijk op afging. Maar ja, die taxichauffeur, ja, dat was ook alleen maar van horen zeggen, hè? Omdat mensen in zijn taxi komen en hoort dan dingen. Maar dat is dus, ja, dat is hele gebrekkige informatie eigenlijk. Maar dat is dus het hele lastige altijd met inlichtingen rond contraterrorisme en, nou in dit geval een dictator, maar voornamelijk contraterrorisme, is dat inlichtingen per definitie is nooit 100%. Want als het 100% is, dan heeft of de aanslag al plaatsgevonden, of de terrorist staat dan al met zijn knopje in zijn hand. En dan is het eigenlijk al te laat. Dus je moet altijd al van je moet voordat het eigenlijk al zover komt, moet je eigenlijk al ingrijpen. Maar dan heb je nooit 100%. Dus je moet altijd een hele fijne afweging maken van wanneer heb ik voldoende informatie voor een zaak. En wat ik wel echt een groot probleem vind, in Nederland in ieder geval, is dat men ingrijpt in zaken en dan volg ik dat. En dan weet ik van oké, ze hebben dus 8 man, was het een maand geleden of zo, 8 man opgepakt. En dan lees ik dat en dan lees ik een paar dagen later 5 man vrijgelaten. Oké, dus nog 3 man zitten nog vast. Oké. En dan, nadat de dagen voortschrijden, zie je dat er weer iemand wordt vrijgelaten. En dan denk ik bij mezelf, dat is dan toch heel raar. Als je informatie hebt, dan hoe betrouwbaar is die informatie dan? Want anders was iemand nog wel tijdelijk vastgezet. Maar ze worden heel snel vrijgelaten. Dus dat geeft toch wel een beetje aan dat men dan heel erg reactionair reageert. En ik begrijp het ook wel, want zo'n inlichting, de inlichtingengemeenschap na 11 september is eigenlijk een hele moeilijke, je bent populair, hele moeilijke positie. Namelijk, je doet wat voortijdig en dan ben je die boeman, dan ben je die politiestaat die mensen zomaar oppakt. Een onschuldig blijkt dan altijd achteraf. Of je hebt het gedaan omdat je helemaal niks gezien hebt. 11 september, je hebt het laten gebeuren. Waarom heb je het in godsnaam laten gebeuren? Je krijgt miljarden aan dollars. Waarschijnlijk miljoenen aan euro's hier in Nederland. Of ook wel miljarden. En daar krijgen we dan niks voor terug. Want je hebt niks gedaan, je hebt niks laten weten van je. Dus dat is ontzettend lastig. Dat is echt een hele nieuwe... Waar men nog steeds trouwens mee worstelt, ben ik wel achtergekomen. Er was een inlichtingenstudiedag, ergens eind najaar van 2010, waar ik bij was. En er waren ook wat mensen van, er was iemand van de MIVD, een aantal hoogleraren waren erbij. En ja, de thema's die daar voornamelijk mee voorbij kwamen, was voornamelijk van ja, dat ethisch aspect. Want wanneer grijp je in? Grijp je te vroeg in en ga je dat dan structureel doen? Wordt dat beleid? Is dat wat je wilt? Of grijp je dan, en anders grijp je te laat in? Dus dat is ontzettend moeilijk. Ik kom nog een tweede vraag. Want
in de gaten houdt? Dat doen ze allemaal trouwens ook hoor. Hoe zit het met de, bijvoorbeeld China die en het oosten dat er heel erg opkomt? Ja. Nou, dat is eigenlijk wel redelijk bekend. Het oosten heeft zich altijd minder gericht op technische manieren of technische mogelijkheden om informatie te vergaren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Koude Oorlog en je kijkt bijvoorbeeld naar operaties van de KGB, en voornamelijk de Oost-Duitse Stasi, die waren herenmeester met betrekking tot gewoon spionnen en ook langetermijnprojecten. Dus ze luisterden wel dingen af. Ik weet dat de Sovjet-Unie een afluisterstation had tot voor mij een paar decades geleden op Cuba. Dat was natuurlijk alleen maar bedoeld voor Amerika, om daar dingen af te luisteren. In Lourdes, Cuba. Ik weet dat Rusland tegenwoordig zelf ook dingen onderneemt, maar dat is altijd in een defensieve sfeer. Dus dat is niet met ontzettend veel geld en ook niet in allerlei landen. En al helemaal niet al het verkeer, hooguit het internetverkeer wat er in dat land zich afspeelt. En met China, van China is al bekend dat ze voornamelijk met mensen werken. Hè. Dus mensen die worden ingezet als student en daar studeren. En dan voornamelijk TU Delft, Twente, Eindhoven. Elektrotechniek en wiskunde en informatica. En dat deden ze altijd overigens hoor. Dus als ze van die uitwisselingsstudentprojecten. En dan kwamen studenten uit de Sovjet-Unie, deden altijd vaak technisch georiënteerde studies. En andersom was het altijd alfa of gamma georiënteerde studies. Hè? Een beetje van die van de liberal arts, dat soort dingen. Taalkunde, of kunstzinnige zaken. Dingen waar je niet echt uiteindelijk veel wijzer wordt van hoe ver is een land technisch gezien. En China, nou ja, China heeft onlangs een stealth-vliegtuig onthuld. En de vraag die nou in de media natuurlijk oprijst van is dat echt, hoe origineel is dat? Waar komt die informatie vandaan? Laatste vraag. Nou, voor mij niet hoor. Wacht voor mij door, blijf gaan. Ga je gang. Ik ga ook een groepje laten zien. Oh, perfect. Ja, nog meer vragen. Ik heb een tweeledige vraag die misschien wel wat breder kan worden getrokken, maar ook met geheim dienst in andere landen doorgaat. Ik las een paar dagen geleden een artikel van in Yevgeny Morkozov, hoe is iets in die trend, Why the KGB wants you to join Facebook. En dat gaat over sociale media. Mm-hmm. Omdat het eigenlijk heel perfect is voor inlichtingendiensten om netwerken te ontdekken. Oh ja. Wat ik ook heb gelezen is dat een van de eerste investeerders in Facebook een agentschap van de CIA is. Dat is dan nieuw. Maar dat zou best kunnen hoor. Dat zou nog via die man die ook achter LinkedIn zit, Peter Veit. Maar wat voor invloed heeft de ontwikkeling van sociale media op de inlichtingendiensten? Het maakt het werk veel makkelijker, want jij doet het werk voor hun. En ook voor mij trouwens ook, als ik wel eens mensen wil uitpluizen, van ik wil weten van wie heb ik voor me. Dan gebruik ik echt wel meer dan alleen maar LinkedIn. Want ik zit zelf bijvoorbeeld op LinkedIn, op YouTube. En al de informatie die ik erop zet, daar doe ik heel bewust. Daarvan weet ik dat zien andere mensen. Dus daar kan ik elke dag mee om de oren worden geslagen. En dat interesseert me ook helemaal niks. Want dat weet ik, dat heb ik bewust daarop gezet. Dat is ook absoluut geen gevoelige informatie. Wat het werk makkelijker maakt, is dat je netwerken krijgt. Dus je krijgt heel makkelijk in zichtbaar wie met wie zaken doet. Dus er is bijvoorbeeld een eenheid binnen de KLPD, dat heet de High Tech Crime Unit. En de High Tech Crime Unit houdt zich bezig onder andere met cybercrime. En een van de vormen van cybercrime zijn botnets. Dus dat zijn geïnfecteerde computers, die zijn overgenomen. En die maken onderdeel uit van een groter netwerk en die computers kunnen worden aangestuurd op afstand. En die kunnen dan spam versturen of die kunnen een website aanvallen en daarmee die website tijdelijk of permanent uit de lucht halen. En die waren een
verkoper op het spoor. En dat was een Nederlander. En ze wilde weten van, wie is die Nederlander? Wie is dat? En door allerlei associaties, door heel veel dingen na te gaan, van hoe heet hij, wat voor taal gebruikt hij. Sommigen gebruiken allemaal soorten rare breezertaal, internettaal. Dus wat voor taal gebruikt hij? Want wat voor naam heeft die jongen? En foto's van die, hè, bijvoorbeeld, er was ook een foto van een scooter die hij had. En die had hij dan net gekocht. En hij zou iets van, ik had me laten vertellen, iets van 20.000 euro of zo ervoor vragen. Voor een cd'tje waar je dus zelfstandig een botnet mee kan maken. En dat bood hij dus aan. En uiteindelijk is hij ook gepakt via met allemaal Hive profielen. En dus dat is niet zo heel erg makkelijk, omdat sommige accounts waren dan opeens weer geblokkeerd. Maar dan had je dan opeens één van zijn vrienden. En dan ga je kijken bij die vriend. En dan ga je kijken bij wie de vrienden zijn van zijn vriend. En dan hoop je hem dan weer opnieuw tegen te komen. En dan kom je hem toch weer opnieuw tegen onder een iets andere naam. Maar je weet, hé, die naam die heeft associaties met de naam die we eerst hadden. En dan ga je die zaak proberen verder op te bouwen van, kunnen we dat inderdaad die twee identiteiten aan elkaar linken, ja of nee? En ik heb begrepen dat ze die jongen uiteindelijk hebben opgepakt. Nou, uiteindelijk hebben ze die jongen opgepakt, anders zou iemand van de KLPD er absoluut niet mee aankomen zetten. Want dat was tijdens een lezing. Social media, dat wordt zeker gebruikt inderdaad. Maar dat maakt zaken gewoon heel erg makkelijk. Dank jullie wel. Zo, ik weet in ieder geval dat we verder Facebooken. En ja. U wil ik bedanken voor het geven van een helder beeld in zaken. Dus de afluisterpraktijk van de Verenigde Staten en de overheid. En deze volgende geschenk. Ik wil jullie allemaal uitnodigen en u ook voor een borrel en een café te kijken. Onze rekeningsverboel. En wellicht kunnen we dan nog heel even doorgaan met onze discussie over praktijk en zo, of hoe je via Facebook iemand aanzet, dus ik denk dat ik het niet heen. Ja, oké. Okay. Nou, graag gedaan, joh. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik weet niet of het veel scherp. Altijd. Oh, ja, absoluut. Ik heb zoveel papierwerk, dankjewel. Ja. Ik zet het even hier neer. Ik wil zo laten zien waar het adres is, maar... Welk adres? Waar wij zo een dankje kunnen waar je ook Ik kan het wel even meelopen of zo. Nee, dat doen we. Maar het is de portierschool, dus even spullen weer. Het is niet hier in de buurt, het is echt even verderop. Oké, dat is goed, ja. Nou. Ja, ik was hier zo tijd voor. Ik had nog even... Ja, tuurlijk ga je gewoon, ja. Nee, zeg maar, ook hem met het bedrijfsleven, daar had u het even over. Ja. Hoe dat samen speelt. En mm-hmm. Het is wel erg interessant om te zien hoe dat in de praktijk ook gaat. Als je kijkt naar de CIA als organisatie, dan zie je heel erg ook dat Robert Gates bijvoorbeeld heel erg met commissariaten, et cetera. Ja, klopt. Daarmee verweven is. Nou, dat doen ze. Dat doen heel veel bijvoorbeeld... presidenten, die hebben natuurlijk ook zo'n presidentschap kent natuurlijk een begin en een einde. Ja. Wat doe je nou dat je president bent geweest? Dus ja, de link, de relatie met het bedrijfsleven is inderdaad zeker groot. Al was het ook alleen natuurlijk maar dat in het Amerikaanse politieke proces campagnegeld. Ja. Donors, sponsoren, ja, dat vaart daar wel bij. En, maar heeft u dan zelf persoonlijk het risico ook zeg maar in dat ja,
politieke spelletjes. Oh, dat ik persoonlijk. Oh, dat begrijp ik. Nee, ik dacht even dat je het vraag begrepen. Ik dacht dat ik weet waar je naartoe ging. Maar nee, sorry. Nee, op het moment dat je natuurlijk als politicus iets wil bereiken, dan zit je natuurlijk snel al in politieke spelletjes. Dus als je dan al wordt aangewend als een organisatie. En nu wordt het normaliter wordt het nationaal geregeld. Maar u zei nu met ambassades, et cetera. Wordt er dus u als extern binnengehaald? Ja, maar ik doe niet alles bij zo'n ambassade hoor. Het is vaak. En dat is ook eigenlijk een vraag die ik heb. Hè, waarom extern mensen binnenhalen als je ook. En ik had een. Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er geen idee bij. Dankjewel. Ik weet niet. Kijk, wat natuurlijk wel het geval is, waar ik ook best wel verbaasd over ben. Ik denk dat dat per ambassade trouwens verschilt. Want ik heb wel eens mensen gesproken van de ambassade van Zwitserland. En daar spreek ik dan over beveiliging. En dan moet ik er wel meteen bij zeggen, ik spreek dan met een leek. Dus ik weet niet in hoeverre die persoon nou goed alles kan beoordelen. Maar dan krijg ik altijd wel van antwoord van, ja meneer Staal, dat zit eigenlijk wel goed, want we hebben onze eigen mensen. Maar je moet het niet vergeten, dat zijn dus allemaal Zwitsers die dan hier moeten leven. Ja, een computerbeheerder doet niet zo gek veel de hele... Ja, het was, ambassades zijn vaak niet zo heel erg groot. Nee. Hebben ook niet... immense budgetten ofzo, als je soms ziet, ja het zijn statige panden, van binnen ziet er niet uit. Van binnen ziet het er vaak niet zo heel erg denderend uit. Ja. Ik heb wel eens verhalen inderdaad over die Oostblokken, meer Oostblokland, dat je dan inderdaad dan binnen... Oh ja, nou, heel veel van die panden komen ook allemaal uit de jaren 70 allemaal, en zijn ze betrokken in de jaren 60, jaren 70 of jaren 80. En zijn daarna, daar zijn ze ook in blijven zitten. En ja, daar is nooit echt veel aan gerenoveerd, althans vaak niet aan de binnenkant, aan de buitenkant nog wel eens. Ik dacht eigenlijk dat je meer de vraag had van of ik dan afgeluisterd zou worden of zo. Want Nou, ik denk het van niet. Ik weet wel dat men niet heel erg gelukkig is met mijn activiteiten. En ik heb wel eens... Maar je hebt wel klanten, dus er zijn wel mensen blij. Ja. Die geven geld aan mij en dan kan ik weer mijn dingen doen en dan ben ik ook heel erg blij. Ja. Want dit is... ik heb mijn werk, dat is gewoon puur om geld binnen te hebben. En dit is gewoon liefst waar ik mijn geld aan uitgeef. Dus gewoon onderzoek doen. Dus ik wil dit jaar... Sorry? Ja, dan ga je gang. Ja, nee, sorry. Nee, maar dat is ook inderdaad... wat is ook het doel, zeg maar, van lezingen geven? Hè? Je zei van Goliath, et cetera. Ja. Is dat ook om, misschien ook meer mensen potentieel... Potentieel, aan bedoel? Aan te trekken, zeg maar? Of is dat... Nee. Wat zeg maar het doel, zeg maar, op zich? Of is het niet specifiek? Het is gewoon puur om het beeld bij te stellen. Ja. Dus je hebt vaak een bepaald beeld in de media, wat vaak eigenlijk alleen maar wordt bepaald door CSI, James Bond of Jason Bourne, de Bourne-trilogie. En je hebt hier vaak documentaires, maar die documentaires zijn vaak heel oppervlakkig. Ja. En die portretteren ook, je hebt trouwens wel documentaires, je hebt vaak soorten documentaires. Je hebt vaak documentaires die zijn echt heel kritisch dat valt me heel vaak op, die zijn echt kritisch. Dus je praat alleen maar over al het falen en alle slechte dingen. En ik ben zeker niet kritisch. Althans, ik ben niet van mening dat een NSC gevaarlijk is of wat dan ook. Dat vind ik onzin. Ik vind eigenlijk wel prima wat ze doen. Alleen, organisatorisch doen ze het zo groot en zo veel, dat ik dan bij mezelf denk, van, ja, wordt het niet een beetje te veel en te groot? En ja, wat schiet je ermee op? Ja. Want zo'n onderbroeken... terrorist, ik weet niet of je die kent van vorig jaar of twee jaar geleden, rond kerst, Detroit. Was er een man en die stond eigenlijk op het punt in een vliegtuig om, en die vliegtuig moest nog weggaan, om een bom op te blazen. Het is dat het niet lukte, het faalde, het hele mechanisme faalde, maar het was alleen om die reden dat die aanslag niet gelukt is. Het was niet ten dienste, op het konto te schrijven van het werk van de inlichtingendiensten. Dus dat is wel een... Dat is ook grappig trouwens, want in Jemen is ook een bom, vanuit Jemen naar Amerika is een bom gevonden, maar de bom is nooit afgegaan. Maar het feit dat die gevonden is, is al een reactie voor de veiligheidsdiensten om te zeggen van, nou ja, we moeten de veiligheid aanpakken en we gaan er meer, meer financiën geven. Ja. Ja, het is... Ja, je zit in een soort fuik, hè? Zo'n inlichtingendienst genereert vaak een soort fuik van, we doen ons werk goed, dus we behouden het budget, maar het gaat fout, we hebben meer geld nodig. Dus het kan alleen maar meer worden. Ik begrijp het aan de ene kant ook wel, want er is ook makkelijk geld. En hebben we ook niet vergeten, het zijn ook een hele hoop mensen die ervan leven ook. Het is een enorme industrie is dat geworden. IVD'ers krijgen beter betaald dan de andere ambtenaren. Dat weet ik. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Nou ja, dat
viel me dus ook. Dat was dus over mensen van buiten aantrekken. Er was zo'n advertentie bij de AIVD van dataverzamelaar. Hmm. Dat viel me dus ook op dat mensen dus, of dat de AIVD dus ook inderdaad mensen extern aantrekt binnen de organisatie. Terwijl je heel erg het idee hebt van... Het is een gesloten organisatie, ja. Nou, dat is het ook wel. Maar ik denk dat je erin groeit. Ik denk dat je gewoon, net als een soort ui, hè, dat je hebt al verschillende buitenkant en dat is een beetje waar je begint. Hè. Je hebt een lage salarisindicatie en dan ga je steeds hoger en hoger en hogere schalen op. En dat heb je ook bij een politieorganisatie. Als jij een eenstreper bent, dan krijg je echt niet met zeer geheime politieinformatie. Maar dat is niet zo het geval. Dus. Nou, bij de NRC is het heel moeilijk om gradaties te hebben. Ik bedoel, je krijgt de informatie of ja, je krijgt andere soorten belangrijke informatie. Maar waar ze mee te maken hebben, is SEC-gevoelige informatie. Het is altijd of iemands vertrouwelijke telefoongesprek. En dat kan van een senator zijn. Er zijn gevallen bekend dat een bepaalde senator werd afgeluisterd van een NSA-medewerkster. Dus dat is een Amerikaan die werkzaam was bij Man with Hill. Dat was iemand die kwam uit de kast in 1988, van joh, ik spreek met al deze collega's, want zij was betrokken bij het opzetten en het onderhoud van het software management. Dus zij leed niet het luisteren, maar ze deed gewoon eigenlijk het kaderwerk. En zij raakte in gesprek met wat medewerkers en ze kon ook meeluisteren. En ze herkende een van die stemmen van, hey, dat is volgens mij senator Brown, of volgens mij was het senator Brown. En waarbij de NSA luisteraar, de medewerker, nou zei van ja, dat is hem inderdaad, ja, maar dat doen wij heel lang al hoor. Dus dat is een soort hele, maar dat is een soort, dat is dus iets wat, waardoor het ook heel lang al kan bestaan. Je hebt een cultuur voor normalisatie. Hè, dus wat is, ja? Ja, maar dat is dus ook een beetje inderdaad moeilijk van zo'n organisatie, hè, wat u zegt van, er wordt zo'n senator afgeluisterd en voor andere senatoren kan het heel positief ja. zijn. Negatief, maar in ieder geval is het zo, hè, de vraag is, hè, wat zijn precies de doelstellingen? Want op het moment dat iemand politiek uitschakelt op een moment, hè, ik weet bijvoorbeeld een zaak dat een lobbyist in Amerika, die lobbyde voor casino's. En er was op een gegeven moment, was het zo dat hij ook een senator had omgekocht en er was e-mailverkeer met die senator en dat is naar buiten gekomen. Nou, die senator die heeft een jaar in de gevangenis gezeten en die lobbyist iets van 2 jaar. Maar dat is dus uiteindelijk naar buiten gekomen. Terwijl als je kijkt naar de Amerikaanse politiek, zijn er heel veel activiteiten. Ik moet nog allemaal dingen opruimen. Ik zal maar mensen weggaan zo. Oh god, ja. Ja, maar ga verder, ja. Ja, er zijn heel veel activiteiten die eigenlijk als niet helemaal legaal door de haak zijn. Ja. Dus in dat opzicht is het altijd een beetje, althans dat heb ik de indruk. Ja, dat is het ook. Ja. Maar nogmaals, kijk, je moet een beetje zien, de NSA is een soort grote jongen met een grote kont. Die zit op een hele grote hoop informatie. En die zit graag op die grote hoop informatie. Dus die deelt als het kan niks. Tenzij het echt moet. Dus de NSA doet ook heel weinig. Ze vergaart een hele hoop informatie. Dus het is ook heel moeilijk te zeggen van wanneer heeft die informatie die de NSA heeft vergaard echt tot voordeel geleid. Want de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt is niet zo heel erg groot. En als het al gedeeld wordt, dan is het altijd gefilterd. Dus je weet nooit direct of wanneer iets van de NSA komt. Hè, bijvoorbeeld het gesprek van Bin Laden. Dat gesprek van Bin Laden, dat kwam niet van de NSA, maar dat is een CIA-gesprek. Alleen iemand binnen de CIA heeft een paar keer geklopt, gevraagd aan de NSA van joh, wil je die informatie geven? En dan is een antwoord is dan standaard, wij delen geen rauwe informatie met derden. En dat is iedereen is derde bij de NSA, hè? Dus dat ook een soort mentaliteit. En de desbetreffende CIA-medewerker heeft uiteindelijk zover kunnen krijgen om een eigen satellietafluisterstation voor de CIA op te zetten. Puur alleen maar om samen Bin Laden om een helft van het gesprek af te kunnen luisteren. Ja, maar zo'n discussie gaan ze.